Minister Robert Pernuy van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet samen met de leerkrachten van het IMEO de situatie aanpakken. Dit zegt Wilco Valies, voorzitter van de Bond van Leraren. Momenteel vindt er namelijk geen overleg plaats vanuit de kant van het ministerie. En dat vindt hij erg. Valies gaf vandaag tijdens een persconferentie een uiteenzetting over de ontstane kwestie. Vorige week bereikte de situatie een climax tijdens een protestactie van de IMEO-scholen. De directeuren, leerkrachten en studenten waren bij het ministerie om hun misnoegen te uiten over de aangekondigde reorganisatie. Hun eis was dat deze reorganisatie moet worden stopgezet. De BVL zal morgen vergaderen om samen met de leden een besluit te nemen welke vervolgstappen zullen worden genomen omtrent deze kwestie. Volgens Valies zijn de leerkrachten geenszins van plan mee te gaan met de reorganisatie. Wij zullen alles in het werk stellen om 1. Dat instellingsbesluit voor dit type onderwijs te behouden. En 2. Wij zullen dus samen met alle leraren zullen we deze strijd aangaan. Ik mag u zeggen, het is cruciaal. Het is cruciaal omdat we dus nu een kruispunt hebben bereikt waarbij een minister de mening is toegedaan dat hij alleen het beleid kan uitmaken, terwijl er een totale totale onderwijskolom bestaat, leraren, scholen, en dat eigenlijk hij daaraan totaal voorbij gaat. Wij willen door middel van overleg de zaken in orde maken. Maar als blijkt dat de minister persisteert en op dezelfde wijze door wil gaan, opleggen, intimideren, dan zullen wij niet nalaten om daartegen acties te ondernemen. We gaan morgen ons beraden met de leraren. En wij zullen dus nagaan welke stappen ondernomen zullen moeten worden om de minister weer aan de tafel te krijgen. Valies zegt verder dat de groep voorstander is van overleg. Maar als de minister hier anders over denkt, zal de BVL alles in het werk stellen om hem tot andere gedachten te brengen. Momenteel wordt een deel van het veld in beweging gebracht, maar als het moet zal ook de rest worden opgeroepen om hem stem te laten horen, zegt Valies streng. Wij vinden het niet goed voor het onderwijs, maar dit is fundamenteel. Men komt aan de rechten van die leraren, aan de rechten van de vakbond. En wij kunnen onmogelijk staan toekijken hoe deze minister op een ondemocratische wijze probeert zaken door te drukken zonder overleg. In deze tijd van de wereld is het bekende woord dat speelt, dat leeft. Namelijk overleg, communicatie. En het schijnt dat deze minister heel veel problemen heeft met de communicatie met haar medewerkers. Hij praat steeds over ondergeschikte, hij praat steeds over meerdere. Dat is al achterhaald. Hij is de leider van dit ministerie, maar hij moet zich op een correcte manier daarmee omgaan. Al dus Wilco Valies, voorzitter van de Bond van Leraren. Hij vindt dat minister Pernuy van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur samen met de leerkrachten van het IMEO de reorganisatie moet aanpakken. Inmiddels heeft de Ware Tijd aangegeven dat Pernuy zaterdag op het Nationaal Jeugdcongres melding maakte van een pedagogisch-didactische brief die wordt opgesteld en richting Valies zal worden gestuurd. Pernuy laat de wijze waarop de vakbondsman hem onlangs heeft behandeld niet ongestraft. De minister zal Valies inmiddels het schrijven duidelijk maken hoe dit bij hem is overgekomen en hoopt daarmee het nodige respect af te dwingen.